Ja, goedemiddag allemaal. Nou, we hebben natuurlijk bij de Schulk Sounds heb ik al een beetje mijn plannen verteld. We staan hier nu op de locatie bij de oude melkfabriek. Gebouwd in 1918. Staat al leeg sinds 2006, doet er helemaal niets meer mee. We hebben gemerkt ook bij Schulk Sounds, de allereerste kick-off die we deden, het was uitverkocht. Het was een volle zaal en je merkt gewoon dat er echt behoefte is aan een cultureel centrum. En wat is er nou niet mooier dan dit gebouw hier achter ons, om dat nou eens een goede bestemming te geven voor een cultureel centrum. Kijk, misschien zijn er andere plannen, maar het staat al zo lang leeg. Misschien is er een mogelijkheid dat we misschien de aankomende 10 jaar eventueel daar gebruik van kunnen maken met vrijwilligers. Je kan daar natuurlijk van alles in kwijt. Je kan daar muziek in kwijt. Je kan daar oefenruimtes in maken. Je kan schilders, ateliers, alles kan je daarvan maken. We kunnen er een centrum van maken, ook waar mensen eens in de week een film kunnen kijken. Nou ja, dat soort zaken zijn dus mogelijk met dit gebouw. En ja, het is natuurlijk ongelooflijk. Spakenburg groeit hartstikke uit, wordt steeds groter. En dat wij gewoon nog geen cultureel centrum hebben, is natuurlijk een schande. Als je kijkt om je heen, wat er al is in Huizen, daar zijn nog gewoon 2 bioscopen, daar is een cultureel centrum. In Baren, noem maar op. Het is hier en hier is niks. En je merkt gewoon aan het publiek, dat komt nu bij Schulk Sounds, dat er een hang naar is. En dat merkte je ook aan het applaus dat ze gaven toen ik mijn reden had gegeven. En dat is ook dus nu de reden dat we hier staan, bij dit prachtige gebouw. En ik hoop echt dat we er hier misschien, dat zal niet zo snel gaan, maar dat we hier ooit in de toekomst een cultureel centrum kunnen realiseren. Ja, wat ik dus net al vertelde, wat je al mogelijkheden hebt in dit gebouw, is natuurlijk ook, als je nou kijkt, kijk even met me mee, hier fantastisch, een locatie waar je natuurlijk ook een fantastisch terras kan hebben. Waar je lekker een kopje koffie kan drinken. We kunnen hier natuurlijk veel meer dingen doen nog. En wat denk je van een fantastische pizza oven hier? Ik zie het al helemaal voor me. Alles kan hier. En ja, we moeten gewoon proberen er wat moois van te maken. En ik denk dat we op Facebook binnenkort toch eens even een soort van actiepagina moeten gaan beginnen. Waar mensen ook een petitie kunnen neerleggen. Want het moet toch echt kunnen dat we nou toch dit voor elkaar krijgen in Spakenburg. Dankjewel.